Small Shaft! Hey yo, Small Shaft! Hoe gaat het met jullie? Ik weet dat het goed gaat met jullie, man. Maar ik moest even checken. Anyways, vandaag weer een nieuwe vlog. Welkom. Bedankt om op deze video te klikken. Vandaag ga ik naar Leuven en ga ik gewoon checken wat de vibes zijn in Leuven. Want zelf heb ik Leuven nooit echt deftig kunnen verkennen. Sterker zelf, ik weet echt zo goed als bijna niets over Leuven. Ik weet gewoon, je hebt één, als je het station uitstapt, heb je zo'n lange straat. En dat is de Winkelstraat. En dan op het einde van de Winkelstraat heb je dan nog zo'n grote markt. En dat is all I know. Ik ben daar wel eens geweest om te gaan balen, maar dat was een quick session. Dus ja, anyways, ik moet wel nog eten en zo. En ik heb een trein binnen een uur en 20 minuten of zo heb ik een trein. Wacht, ik weet niet of jullie dit kunnen zien. Focus. Ja, anyways, binnen een uur en 20 minuten heb ik een trein. Dus ja, man, maar ik moet echt nog eten en zo. Ik heb hier al een outfitje klaar. Deze is van Nacy Francis. Dat is echt een fucking harde outfit. Met gewoon een witte t-shirt zoals gewoonlijk. En witte Adidas kousen. Dus ja, man. Guys, vandaag wordt een dag, man. Ik geloof erin. En ik vind het leuk om te vloggen, man. Dat ik gewoon mijn leven kan filmen met whatever dat ik doe. Like, dat is echt de vibe. Je boy is klaar, man. Je boy is klaar. Ik heb net een stokbroodje ingestoken. Ik ga dat eten met salami en zo. En ja, man. Ik ben wel echt een liefhebber van die Turkse salami, man. Hoor. Ja, zo deze. Iedereen, letterlijk iedereen, elke heutnigger weet... What's up met deze man? Zelf niet per se huidniggers, maar like, gewoon buitenlanders in general. Weet wel what's up met deze shit. So yeah, anyways man, ik ga mijn subiet dan ook opfrissen. Big boy! Yes sir! Let's go! Ja, this shit about a bus. Men voegt wat mayo toe, is gebeurd. En dan gaat je puntjes aan je schelke salami erin doen, wat gewoon normaal is. En je moet een mind houden dat deze stokbrood is nog warm. Dus ja, wacht. You know I gotta top it off with this boy. En voilà, je boy is ready. Petit maaltijd. Oh, en ik weet niet hoeveel van jullie dit weten, maar ik heb gewoon een sponsorship met Monster. Dus ze hebben me supplied met superveel Monster. En ik vind dit persoonlijk de beste van de twee. Ja man, maar de andere is Ultra Mango Fiesta. Maar dit is echt lekker man. Hey, zoals jullie kunnen zien, moet ik het zelf zeggen. Yo, ik zie er amazing uit, man. Ik weet niet over wat ik aan het praten ben, maar... Ik ben klaar om naar Leuven te gaan, man. Het weer ziet er ook echt formidabel uit, gewoon. Formidabel, broer. Ja, man. You're ready to go. Ik heb daar afgesproken met Boed. Dat is een artiest ook. Maar ook gewoon gekend als King Apache. Ik moet lachen omdat die nigga hella funny is. Zijn Instagram staat hier in de beschrijving. Dus als jullie hem willen volgen, zijn Spotify shit willen checken, alles staat, linkjes staan allemaal in de beschrijving. En ja man, let's go man. Ik moet een trein halen. Ik heb een trein om... Allee, focus man! Dus ik heb een trein om 16:24 of 39 en het is nu 53. Ik denk dat ik die van 39 ga pakken. Ik heb ook sowieso Monster mee voor Wood. Want hij heeft het nog nooit gedronken, maar ik ga ze niet alle vier geven, want uiteraard ga ik zelf ook drinken. Maar ik ga hem wel twee geven. En als hij dat lekker vindt, ja, goed. Dan is dat gewoon een blessing, hè. Hi, we zijn nu aangekomen bij Sint Pieterstation. En ik ben nu richting mijn spoor aan het stappen, voor naar Leuven te gaan. Maar ik ga jullie eerlijk zeggen, ik zie dat echt niet zitten om 1 uur lang op die trein te zitten. Maar binnenkort waggie, man. Sint Pieters is by the way echt gewoon leeg, man. Hij is goed als leeg, er is echt veel volk vandaag ofzo. Ik weet niet wat jullie zijn, misschien zijn jullie allemaal al in Blankenbergen ofzo. Want dat is iets wat er vaak gebeurt wanneer dat goed weer is in België. Dan gaat letterlijk iedereen, iedereen naar Blankenbergen. Man. We zijn in Leuven, man. Ik zeg u, ik kom hier echt niet zo vaak, maar ik moet wel zeggen, elke keer dat ik hier kom, krijg ik hier zo het gevoel dat ik weet niet, man.
alsof ik niet in België ben of zo, man, I don't know. Maar ik hoop dat Apache op tijd gaat zijn, want hier wachten aan het station is ook niet echt een vibe, man. Maar ik ben echt benieuwd naar die nieuwe basketbalcourt, want ik zei dat schijnt echt wel show is. Dus laten we ook gewoon hopen dat dat echt show is. Ik weet niet hoeveel love dat ik heb in Leuven om precies te zijn, maar we zijn aanwezig in Leuven, man. Kijk. Zie jij hoe dat mensen zijn? Ze zien camera, het wordt opeens moeilijk. The one and only Boed, man. Zeg ze, man. What's up? Hey, rustig? Boed, je ruikt echt goed, man. Hey, thanks, man. Stel jezelf voor. Jullie weten, we zijn Leuven. We gaan vandaag snel een gids geven aan Smalls. In Leuven, snap je? In Leuven? Ik moet wel nog even op Snap iets plaatsen, maar hier naar de Vaafs. Moet ik hem trekken voor jullie? Ja, jullie goed, hè? Ja. Maar love tot in Leuven, man. Hé, hey, broer, love. Dat is iets dat ik echt niet wist, man. Love tot in Leuven is wel crazy. Wow, wanneer was de laatste keer dat je in Leuven was? Een paar weken geleden. Hier gewoon op, mensen. Hé, hey, bro, ja, kijk hier, man. Die bus rijdt gewoon, man. Dat is wel tough, man. Als hij een keer verkeerd stapt of zij zijn niet aan het opletten, niche, hè? Hé, hey, broer. Je kan domme accident maken, wallah. Ja, hier, bro, dat rij je letterlijk gewoon in het midden, man. Gewoon zo. Dat is wel boos, man. Top motorcycle club en zo. Ze laten het wel lukken hè, hier in Leuven. Ja, dat is een clean ass court. I like that though. Ik dacht ik ging hier fucking veel hoopers zien en zo. Maar ja. Is voor ons vandaag. Ja man, vandaag is voor ons. Ik zeg man, ik heb de perfecte dag uitgekozen vandaag. Dus ik kan mijn camera ergens zetten, dus niemand hoeft vast te houden de hele tijd ofzo. Het is de eerste shot van de dag. Wees dat mee, man. Oeh, jelly! Wow. Ja? Middelen. Oh. Middelen? Oké. Okay. Make that half court shot. Ik weet toch niet of ik dit ga kunnen, man. Ik ga dit niet kunnen, man. Oh, oké. You like that, huh? You like that? Wow! Ah! Oh, staat dat op beeld? Ja, man, shit. Shit. Staat dat op beeld? Ja, man. Oké, hoor. Kijk. Milano. Shout-out naar Milano. Draai zelf camera even naar u. Hij is gewoon aan het filmen. Het is de eerste keer dat ik hem tegenkom. Eerste keer, bro. Kijk, eerste aangenaam, keer. Aangenaam, man. Zo, dat is gewoon connecten, man. Gewoon connecten met mensen en praten. En voordat je het weet, heb je goede vrienden, man. Apo, die daar. Dat mijn ding is dik. Wordt je lip? Ja. Niet zo, man. Ah, ik heb gelijk het gevoel. Ja, ja, maar ik weet, als je een bal op je dingen krijgt, soms het voelt zo... Ja, dat voelt echt raar aan, man. Normaal gezien, ik shot 10 op 10. Maar vandaag, ik had een slechte dag, man. Ik weet niet wat er gebeurt eigenlijk vandaag. 10 op 10, replay. Voor de content, ik ga zo staan en ik hoor het wel als dat zit. Ik weet niet wat dat reserveert, maar we hebben een intro.
we hebben een intro. Ah ja, ja, goed. Oh, dat is niet zo'n D-punt, dat is zo'n V-punt. Ik heb een noodcamp. Dit is sowieso binnen. Voor mevrouw. Hé, mevrouw. Ja, ja. Hit the layout. Ja, man. Normaal gezien, ik shot 10 op 10. Maar... Was niet binnen, hè? Nee, net niet, man. Oh! 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 Ben, ik heb buckets gescoord, off camera, die letterlijk 4-5 keer achter elkaar swish alles. Maar ga je doen? Als jij dat doet, hè, ik kom 50 keer. Ho ho, ja ja, ik heb die op camera. Hey, we do this shit right here, man. Ik zeg je, hoe verder hoe beter, bro. Hoe verder hoe beter, hoe verder hoe beter, bro. De second building. En die bal is achter hem. Ball session is over. Milan is er daar. Milan is er daar. Zo komt hij wel in beeld. Ja man, het was echt leuk man. Ik moet echt vaker naar Leuven komen. Want Leuven is eigenlijk gewoon een soort van klein Gent of zo. Want dit is ook gewoon een studentenstad. En ja man, ik heb Milano hier leren kennen. Like, het gaat allemaal om connecten met mensen uiteindelijk man. Dus ja, ik ga subiet wel naar huis gaan. Nu even chillen hier en zo. En wie weet doe hier nog iets. Maar tegen vanavond rond 11 of zo ben ik dan in Gent of middernacht. We zullen zien. 1 uur op de trein man, besef je dat? 1 uur. Ik denk, vertel het maar man, het is de eerste keer dat jullie Monster drinken allebei. Ja man. Bij mij is het ook, ik ben ook pas begonnen, sinds dat ik die sponsor deal heb, ben ik daarmee begonnen man. Ik heb nooit echt, ik heb denk ik ooit eens die roze geproefd. Ja. Met Matty. Dat was alles. Maar ik heb die roze is Pipeline Punch, ja, die ben ik ziek. Ik heb nooit echt zo echt eentje gehaald, snap je, om te sippen ofzo. Haha, niet de eer. Oeh. Dat is wel goeie man. Ik kan nog geen cijfer even. Ik moet misschien de andere eens proeven. Ik proef hier eerst. Het is wel lekker. Dat ja? Moet ik wel zeggen. Ja. Ik smaak niet echt zo dat energie, dank je. Voilà. Dat is wat is het lekker aan deze. Is toch goeie? Ja, die is goeie, snap. Misschien komt door die zero sugar misschien. Dat is zo minder. Ja, ik weet niet. Het smaakt gewoon niet echt naar een energie, dank je. Nee man. Op je. Deze, ik denk dat jullie deze lekkerder gaan vinden, want dit is echt een multivitamine vibe. Monarch. Milano begint die man. Echt een commercial face. What the fuck? Dit is ook gewoon man. Ik denk oprecht, als deze echt heel koud staat, hij drinkt dan 1 keer uit. Ik zweer het. Het is zo gewoon een mix man, van verschillende smaken. Ja. Oké. Okay. Ik kon denk nog slapen. Ja, fucking sterk, maar. Ik heb ook lucht in haar leta. They can't be, man. Ja, die heeft zo. Iets van bananensmaak, man. Dat ik zo echt kan proeven. Ik weet niet, als het banaan doen is. Waarschijnlijk. Er zit appel in, pêche, poire, ananas, nectarine, mang, banaan. Ja, klopt. Ja, man. Ja. Hey. Hey. Shit. Instagram, Daddy Smalls. Daddy Smalls. Ja, man. Voor de McDo. Alibaba, we gaan het raten, want ik ga sowieso nog vaak naar Leuven komen. En nu zeker dat ik weet dat jij op kot zit hier. Dus ja man, als dat goeie is, dan blijven we hier gewoon eten hè, pop, pop, hè. Maar McDonald's is hier, maar sowieso fuck McDonald's, Burger King is best. Eigenlijk, Burger King is echt best man. Hey, voor mij ook man, voor hem denk ik niet man. Wat? Wat? Quick? Nee, maar moet je kiezen tussen McDo en BK.
Ja. Ja, maar burgers wel, man. Die fishburgers bij BK is ziek, hè? Ze doen daar zo Andalus-achtige shit bij, zo. Milan is gegaan voor... Kapsalon. Ja, man. Zelf nu. Met Ayan. Ayan, broer. Dus hij kan melk drinken met warm eten. Dat is geen melk, broer. Dat is melk. Dat is yoghurt. Broer, dat is basically melk. Ola, dat is yoghurt. Nee, broer, ik ben van Baghdad, dat zag me zo. Ah, dat is crazy. 23:19. 23:19. Haal ik die? Ja, ja. We gaan gewoon rustig wachten naar het sporten. Ja. Moet je niet zijn, zo. Die guy kent hem, denk ik, man. Denk het ook, man. Maar dat... Ken je hem? Dat is vast. Ja! Ik weet het. Stop, man. Zeg hallo in de vlog. Yo, what's up, guys? België. Wat? Iedereen haat je op TikTok, man. Hoe sta je? Hey, guys. Hij is een echte soldaat, man. Je moet niks zeggen. Hey, love. Jullie allemaal, fuck you all. Love, man. Hey, love, man. Hey, ja, hij ook, man. Love you, bro. Hey, de liefde in Leuven is surreal, man. Fuck! De liefde in Leuven is... Jij zag hem al kijken, want jij wist wat sap. Ja, ik had nog niet door eens, man. Die man was aan het lachen voor zijn lachen. Ja, ja. Ah, yo. Die man was Santi. Let's go, Rusland! Hey, Rusland! Hey, Rusland! Ja? Stil! Let's go, Rusland! Ik heb een microfoon van mijn camera gehaald, zodat in mijn boektas ging passen. Maar vandaag was echt een zeer, zeer leuke dag. Ik heb mijn terugrit op de trein ook niet echt meer gefeild ofzo. Ja, sorry, ik ben echt moe. Ik heb mijn terugweg op de trein niet echt meer gefilmd of zo, maar shout-out naar Boot, a.k.a. King Apache. Link zal in de beschrijving staan, link naar zijn muziek zal ook in de beschrijving staan. Shout-out naar Milano, die ik vandaag heb leren kennen. Volg ze ook allebei op Instagram, link zal van hun allebei in de beschrijving staan. Volg mij natuurlijk ook op Instagram. En de message van vandaag is gewoon... Als je in een zeer moeilijke periode zit... Reken gewoon op. I mean, zelf niet. Als je in een zeer moeilijke periode zit, doe iets met friends. Want friends zijn vrienden zijn natuurlijk ook gewoon de liefde die je nodig hebt, snap je? Want naast het relatie, zeg maar, hebben met een meisje of zo, die liefde is ook speciaal, snap je? Maar een vriendschap als een brothership, dat gaat veel dieper dan gewoon chillen met elkaar, snap je? Broeders kunnen je letterlijk healen, man. En ja, ik mis mijn... ik wil haar geen ex noemen, maar... Ik mis mijn girl nog altijd ergens. En ja, man. Het komt wel goed sowieso. Het is gewoon een beetje geduldig zijn of zo, I don't know. Maar ja, dus dat was gewoon mijn message, man. Like, als je in een fucked up periode zit, als je echt moeilijk zit, spreek af met vrienden en do shit, man. Want vrienden zijn echt degene die je eruit helpen. Dat was de message van deze vlog. Ik heb vandaag echt genoten. En hopelijk volgende keer weer met jullie er allemaal bij. Abonneer alsjeblieft ook op mij. Ik ga niet zo altijd zeggen like en abonneer, blablabla, bla, bla. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Dat moet natuurlijk gebeuren, maar het zou altijd tof zijn mochten jullie abonneren. Road to biggest black YouTuber. Let's go. Smallshaft, ik hou van jullie. Bedankt om te kijken, echt waar. Like, als je echt je tijd hebt genomen om deze vlog helemaal uit te kijken, bedankt dat je tot hier bent geraakt. Geraakt. En jij, man, tot op de volgende vlog, man. Goodbye, my niggas.